Hoi, leuk jullie te zien. Ik ga eens even laten zien wat ik momenteel nu gebruik voor mijn gezicht. Wat nu op dit moment even werkt. Hoe lang weet ik niet. Het is nogal droog, het is vettig, het is alles door elkaar. En de kou helpt ook niet mee. Als ik af en toe moet hoesten, mijn excuus alvast van tevoren. Ik heb A, corona gehad en B, een longontsteking erbij, dus als ik af en toe een adem hap of even moet hoesten, bear with me, please. Als eerste, als ik mijn gezicht schoonmaak, dan heb ik de Rose Water Bubble Face Cleanser van de Action. Daar hebben ze bijna een hele lijn van. Ik vind het perfect en het ruikt ook heerlijk, moet ik zeggen. En het werkt. En dan ga ik nog een keer met Bioderma ga ik er even overheen. Die heb ik bij Normal gedaan. Op dit moment zijn ze er niet. Hebben ze een hele andere. Maar dat maakt niet uit. Als die leeg is, ga ik die ook net zo makkelijk proberen. Dus, en dan neem ik een beetje van deze crème. Ik hoop dat je een beetje Clinique Pep Start. Hydratatie. Moisturizer SPF 50. En daar doe ik een beetje op mijn hand. Een heel klein beetje. Dus even zo. Een heel klein beetje maar. Dan doe ik een druppeltje van deze. Ik zal even het doosje pakken. Dat is wat makkelijker. Van deze. Is gewoon bij de Action. En dan doe ik een druppeltje van deze. En een druppel van deze. Dus van Randall's Car. Is ook heel goed spul. Dus best wel duur. Maar ik raad het aan. Doe het dan 1 plus 1 of zo. Of 2 plus 2 als het in de aanbieding is. En nu is het gewoon voor kinderen. Aanbieding de ene keer bij de Kruidvat, de andere keer bij de Ethos. De andere keer bij de Trekpleister. Dus soms hebben ze het alle drie tegelijk. Sorry, ik moest even een adem op. Dus die. En dan laat ik het netjes intrekken. En dan, ja, de ene keer draag ik wel make-up, de andere keer niet. Momenteel niet. Daar heb ik gewoon even geen zin in en ook geen behoefte aan. Om een beetje lucht te geven aan mijn gezicht. En ik wou dus in ieder geval zeggen van ja. Dat is dus wat ik momenteel doe en dat is wat momenteel even werkt. Dus ik zou zeggen, doe een duimpje omhoog, abonneer op mijn kanaal, druk op het belletje, blijf je altijd op de hoogte. Bye bye.